ben onderweg naar Oude Pekela in het oosten van Groningen. Daar woont de 68-jarige Jan in een koophuis met een fijne tuin om lekker te genieten van zijn welverdiende pensioen. Nou, niks te klagen, zou je dus denken. Maar niets is minder waar. Want vanaf het moment dat een paar buren de schuttingen in de brandgang achter Jan zijn huis hebben afgebroken, is het hommeles. Want daardoor is die brandgang nu open en toegankelijk voor iedereen. En daar is Jan absoluut niet blij mee. Ik heb een koopwoning en ik ben 25% eigenaar van de brandgang. En dat is nu opengemaakt en nu kan iedereen te pas en te onpas eroverheen komen. Daar ben ik het niet mee eens. De buren in kwestie, Els, Roelof en Chantal, snappen niet waar de buurman zo'n enorm probleem van maakt. Zij zijn juist enorm blij dat die brandgang nu open is, want nu kan je er heel makkelijk in en uit aan beide kanten. Nee, volgens hun is de buurman gewoon een grote zeurzak. Ja, wat zeikt die buurman nou, die zeiksnoor? Ja, die brandgang die moet gewoon open, hij komt daar nooit. Inmiddels komen de buren er onderling absoluut niet meer uit. En dus is het de hoogste tijd dat meester Frank Visser en ik als de brandweer afreizen naar Oude Pekela om dit conflict voor eens en voor altijd op te lossen. Nou, dit is mijn brandgang. Die deel ik met deze buren, met deze buurman en deze buren. En voorheen was de brandgang was hier afgesloten, konden die mensen die kant op. En hier zat een middenscheiding. En die mensen moesten die kant op. Maar nu is het helemaal opengebroken. En daar ben ik helemaal niet mee eens. Het zal wel graag weer afgesloten worden. De schutting die liep dus eigenlijk van hier tot aan hier. En die hebben we weggehaald. Dus nu kunnen we eigenlijk daar langs en daar langs met scooters, fietsen, containers. Dus veel makkelijker. Goedemorgen. Goedemorgen. Victor. Jan. Aangenaam. Ik kom met je kletsen, Jan, mag ik je zeggen? Ja. Ik kom met je kletsen over de brandgang en de ruzie met de buren. Ja. Mag ik binnenkomen? Zullen we eigenlijk gelijk naar de brandgang toe? Kan dat? Is goed. Ja? Ja. Loop ik achter je aan. Oké. Okay. Ik hoor het al, je bent een man van weinig woorden. Ja, ja, ja. Kijk, als ik nou de poort uitloop, dan moet ik eerst wel uitkijken, want je weet nooit wat er langs komt, een fiets of een brommer. Ik voel me hier niet veilig bij. Dus ik zou gewoon graag willen hebben dat het dicht gaat. Dit ken maar zo niet, dit pik ik niet. Van, ja, ik ben mede-eigenaar en ze hebben mij geen toestemming gevraagd. En ik ben ook een mens en ik woon hier ook. Bij de woningbouw ben je dus geweest? Ja. Bij de achterburen ben je geweest? Ja, ik ben overal geweest. En niemand doet iets. Wat vind je daarvan? Ik vind het belachelijk. Je loopt met de kop tegen de muur omhoog. Ja, en wat doet dat met Jan? Ja, in het begin werd ik er wel onrustig van. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En ja, ja. Ik voel me gewoon vannacht op de achterbuurten dat ze maar alles zomaar doen kunnen wat ze zelf in hun hoofd hebben. Jan is een man van principes. Recht is recht en krom is krom. En die voelt zich belazerd, want er is niets met hem overlegd. En opeens waren die schuttingen weg. Waardoor hij ook nog eens een stukje eigendom verliest voor zijn gevoel. Maar goed, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar het verhaal van de achterburen. Buurvrouw Els schijnt nogal een pittig type te zijn. Laat ik nou net bij haar hebben afgesproken. Wish me luck. Nou, kijk, Victor, hier is dus de brandgang. Dit is de brandgang. Ja, ik had hem natuurlijk vanuit buurman Jan al even gezien. Het is nu één geheel geworden. Ja, ja. Dat was niet zo. Nee, er bestonden verderop schuttingen. Ja, klopt. Waarom hebben jullie ze weggehaald? Zodat de brandgang gewoon aan beide kanten weer toegankelijk is. En dat is voor iedereen veel makkelijker. Met fietsen, containers, scooters. Ja, dat is nou net wat buurman Jan vervelend vindt. Want die zegt, ja, daar is die brandgang natuurlijk eigenlijk niet voor bedoeld. En waar is een brandgang dan wel voor bedoeld? Hij zegt, vroeger met die schuttingen, toen was het eigenlijk een soort van privégang. Voor de huizen die hier op de brandgang waren aangesloten. En daar voor de huizen die daar op de brandgang waren aangesloten. Maar hij zegt nu is het eigenlijk een openbare brandgang geworden en kan iedereen er komen. En dat vindt hij vervelend. Ik vind dat een beetje mierige neuk. Ik bedoel, het moet gewoon zo open blijven. Begrijp je dat hij dat niet leuk vindt? Nee. Hij komt nooit achter het huis. Oké, hij komt er nooit? Nee. Ook niet met een fiets of nee. Met een kliko? Of nee. Met een... Ik denk dat het gewoon moeilijk doen is om het moeilijk doen. Ja, wat zeikt die buurman nou, die zeiksnoor? Ja, de brandgang moet gewoon open. Hij komt daar nooit. En je kan wel een eigen woning hebben, maar dat geeft je niet meer recht
als de huurders aan deze kant. Jij hebt dingen gezegd als, ja, maar jij hebt toch nog maar 2 jaar te leven. Nou, dat denk ik niet dat ik dat gezegd heb. Ik heb wel gezegd, als je de regenpijp op mijn hoofd zit. 1 keer waarschuw ik, 2e keer vraag ik het netjes en de 3e keer peur ik hem dicht. Oké, dus er is een beetje een dreigement van, want je hebt last van de regenpijp. Ja, klopt. Laten we daar eens even naartoe lopen, want dit is de pijp van Jan. Wat voor last heb je van de pijp? Nou, de pijp verzamelt over 2 daken naar beneden. Daar komt maar daar een bult water weg. Dat gaat zo richting mijn plaats. Ja. Dus de hele boel verzakt en al het hout rot weg. Ik denk zelf ook dat grotendeels die schuttingen dat die ook verrot zijn geworden door het wateroverlast. Ja, ik heb er ook een filmpje van hoe mijn tuin er afgelopen... Dol op filmpjes. Ja. Ja, dit was vorige week. Oh ja, toen heeft het behoorlijk geregend. Nee! Wiens tuin is dit? Van mij. Dit is jouw tuin. Och, meid. Het tiki-bad is er niks bij. Nee. Ik ben naar hem toegegaan en voor kaal heb ik even een standje hoog gezet. En ik overdonderde hem een beetje misschien. Ik zei, ben je nog een keer van plan om die regenpijp weg te halen? Anders pleur hem gewoon dicht. Ik zei, dan krijg je zelf de overlast. Zou je dit echt doen? Zou je hem echt dicht peuren? Ja hoor, dat kun je berekenen. Als ik vanavond een fles peur heb, is hij dicht. Doet ze dat? Denk ik wel. Denk ik ja. De maat is vol. Weghalen dat ik. En anders doe ik het zelf. Ik blijf niet waarschuwen. Er is een boel gedoe. Eigenlijk hadden jullie voorheen nooit contact met elkaar. Nee. En het eerste contact was gelijk ruzie. Ja. Jan, vertel jij eens wat je zo vervelend vindt aan het feit dat die schuttingen weg zijn. Ik vind dat een stukje onveiligheid nou. En ik wil gewoon dat het zo weer terugkomt. Wij vinden het fijn dat die open is. Het pad is voor 1/4 verdeeld. Staat ook in het koopcontract. U bent nooit achter en u maakt een hele issue maar, en een hele filosofie uit, ervan. Als ik er nog 1 keer kom, of ik kom er 100 keer, dan maak ik geen zak uit. Ik vind de buurman een mierenneuker. De filosofie die hij hierachter stelt in zijn optiek, ik snap hem niet. Hoe kan het dat we onderling nog niet gewoon lekker even met elkaar hierover hebben kunnen kletsen? Omdat ik eigenlijk in eerste instantie niet op een normale manier ben aangesproken. Nee, ik ben gewoon netjes naar de deur gegaan. Nee, dat is niet waar. Want ik kwam thuis van mijn werk. Maar ik was om 2 keer vanmiddag bij de deur. Mag ik even uitpraten, alsjeblieft? Ja. En vervolgens kwam u echt de hoek omstormen met gelijk een aanval van waar is jouw man? Nee. Ja, zeker. Maar jullie hadden ook even kunnen overleggen met Jan. Ja, maar hij had mij ook op een normale manier kunnen aanspreken. En dan waren we er misschien ook wel onderling uitgekomen. Ze hebben het recht helemaal niet om die brandgang open te maken. Van die brandgang is niet eens van zijn huurwoningen. Nee. Nou ja, ik ben mede-eigenaar van 1/4 van mijn gedeelte grond. Ja, dan krijg je dat op een steen. Ik vind het prima. Ja. Ik wil geen wateroverlast en dat verzorg je wel. Iedereen in de poort heeft hem inpandig en jij hebt hem uitpandig. Gewoon weghalen, die pijp, klaar. Ja. Stop gelost. De buurman deed zich net voor als een schaap in wolfskleren. Andersom. Hè? Andersom. Wolf in schaapskleren. Ja? Oh, de buurman deed zich net voor als een wolf in schaapskleding. Ja. Ja, we gaan hier naartoe. Want ik heb een plannetje. Eigen initiatief. Kijk, want we moeten natuurlijk die regenpijp testen. Ik ben dol op water. Dit is de woning van Chantal. Ja, ja, vroeger liep de tuin helemaal tot hier, begrijp ik. Ja, tot aan de muur. En hier zou dan de poort hebben gezeten. En de gedeelde schutting van mij en de buurvrouw, die liep door tot aan de muur. Nou, dat moeten we dan maar even kijken, waar dat dan precies was. Waar zit het afvoerputje? Even kijken, het afvoerputje van Jan. Hé? Oh, dit is het putje. Hier zit het putje. Oh, kut. Ik vergeet iets. Want de deskundige, meneer Hulleman, die heeft gezegd dat ik eerst de handdoek hierin moet proppen. Want hij wil straks tijdens de test zien dat het in 1 keer een soort van het wassende water. Dit is uw poort. Ja. En ik zie hier water staan. Even kijken hoor. Ja. Wacht even, Victor, wat ben je doen? Ik ben al eigen initiatief stukje. Even testje. Naar de pijp van Jan. Oké, maar ik heb je eigenlijk voor wat anders nodig straks. Waarvoor dan? Nou, je hebt toch zo'n kerkscootertje? Ja. Zou je die even willen opzoeken? Want ik wil ook even een testje doen. Ik ga naar de scooter. Ja. Oh, pas op! Pas op, pas op, pas op! Het is een beetje krap. Spitter, spitter, spater. Lekker in het water.
ga nog niet naar huis. Ik kom een druppel later. Ik ben er wel klaar voor eigenlijk. Goed, dan gaan we nu naar de regenpijp kijken. Als u zich een beetje veilig opstelt. Meester Visser. Victor. Ik heb uit voorzorg even voor u een paar laarzen gescoord. Ja, dat is heel erg attent van je. Even kijken, hoe krijgen we dat die? Dat mooie kaki setje. Ja, gooi ze maar. Zo. Ja. Zo'n zin om die prop eruit te trekken. Het is een beetje als het uitdrukken van zijn puist. Nou, ja. We zijn er klaar voor. Zullen we even aftellen ook? Oké, ben je zover? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Oeh, daar komt wat aan. Ja! Daar komt het. Ja. Oh, dit is de zondvloed. Ja. Het meeste loopt die kant op. Maar we zien het hier wel. Oh ja, ja. Dat gaat hier vanaf. Ja. En als we achter u kijken, meester Visser, wat gebeurt er? Ja, ik zie, hier loopt die tuin vol. En het wordt hier steeds dieper, ja. Ik kom een druppel later. Ik ben er nou wel klaar mee, want ik wil nou wel graag hebben dat het opgelost wordt. En dat we nog maar weer normaal kunnen leven hier zo. Goed. Ik wil eigenlijk beginnen met het pad, want dat is een ontzettend ingewikkelde kwestie. Ik ga even kijken. Jan die woont hier op nummer 47. Daar is die eigenaar van. Hè? En hier loopt het pad. Maar zoals je ziet, is ook op de kadastrale tekening, is dat pad niet een doorlopend pad. Dat is raar. Want we hebben hier één stukje, apart perceel, en hier een stukje pad. Dat is dus gescheiden. En wat zien we nu? Dat tot voor kort stond hier een poort. Want hier woont Els en die kan via haar achtertuin via dat pad weg. En Chantal, die zit hier op nummer 13, die kon vroeger via deze kant weg. En nu komt het ingewikkelde. Dit pad, stuk van pad, heeft andere eigenaren dan dit stukje. Dit stuk pad is voor 1/4 eigendom van Jan. Voor 1/4 eigendom van zijn buurman. En dan hebben we, als we goed hebben opgelet op school, nog de helft over. En dat is eigendom van de woningbouw. Dus Jan heeft niks te zeggen over deze poort. Nee. Het enige waar we dan eigenlijk vandaag over moeten gaan hebben is over deze poort. Helemaal eens? Chantal, wie kwam op het idee om die poorten en die schutting weg te halen? Dat was eigenlijk het idee van mij, mijn, Mohammed en toen Roelof. Met z'n drietjes? Ja. Roelof komt met het idee. En toen heb ik tegen hem gezegd, ja, is goed. Dan gaan wij gewoon doen. Ik heb mijn zusje gevraagd en zij heeft gezegd, is goed. En toen hebben wij gewoon gedaan. En al die tijd heeft u niks gemerkt? Ik heb al gemerkt dat ze erachter bezig waren, maar ik had gewoon gedacht dat het gewoon weer in oude staat weer hersteld zou worden. Mm-hmm. Dus dat is niet gebeurd. Nee. Het is nooit bij u opgekomen om dat met hem te bespreken? Nee. Nee. Ja, maar... ja, dat is gewoon een gedeeld pad, leek mij. Ja, hoe zit het met u, mevrouw? Ja, ik ben het ermee eens. Ik bedoel, het is nu ruimer en overzichtelijker en ja, veel beter. Ja. Maar u wil het niet? Nee. Wacht even hoor, ik zag eerst daar een hand omhoog gaan. Wat wilt u? Ik ben de overbuurvrouw. U bent de overbuurvrouw? Ja. Die meneer, die kwam met mijn babi achter het huis weg. Hé, wat ben je wel van plan? En mijn zus en mijn zo. Schelden van eerst uit Tokio. En toen kwam Hels er ook bij. En toen was het klaar, toen kreeg ze ruzie. Zo is het niet gegaan hoor. Hoe is het dan gegaan? Ik ben 3 keer in totaal aan de deur geweest. 2 keer was ze er niet. En de derde keer ben ik er weer heen gekomen. Heb ik gewoon netjes bij haar aangebeld. Ja. En toen heb ik gewoon gevraagd, maken jullie die tussenschutting ook weer dicht? En toen hebben ze Els erbij geroepen. En toen ging een hele bombardie ging los. Nee, toen kwam gelijk op mij afstormen met waar is jouw man? Absoluut. Maar is het nou zo erg dat het open is? Ik vind het wel. Vertel. Nou, ik vind het een stukje veiligheid, vind ik wegwezen. Maar dan komt iedereen komt erachter langs. Maar u bent meestal, bevindt u zich voor in de tuin? U komt er haast uit waar ik zit. U bent nergens van op de hoogte. Nee, u weet dat er gerommeld wordt met schuttingen. U laat uw eigen niet zien. Maar zodra het klaar is, dan komt u. Ja. Dus mocht het na de maaltijd. Had eerder gekomen. Goed.
Dan gaan we nu over naar een volgende onderwerp. De wateroverlast. Ja. Uw tuinen staan af en toe blank. Ja, daar hebben we zelfs filmpjes van. En ik begrijp dat u denkt dat dat komt vanwege de waterafvoer. Mede ja. Door de waterafvoer van Jan. Meneer Hulleman, nou, u heeft het allemaal goed bekeken. Ja. En de wateroverlast, die is er wel, hè? Dat klopt. Want u heeft een tekening gemaakt. Ik zal hem er even bij pakken. Wat wilt u daarmee aangeven? Dat uiteindelijk, hè, als je dat hele groene vlak bekijkt... Als we een extreme stortbui krijgen... Ja. Dat er zo'n beetje 83 kub water op dat terrein terechtkomt. Ja. En nou is dat deel met de roze strepen. Die terreinen liggen hoger, 7 centimeter hoger. Dus dat water, die 83 kub, gaat grotendeels naar een lager gelegen vlak stromen. En nu gaan we naar de waterafvoer van Jan... Ja, dus dat zou 1 kub schelen. 1 kub? Ja, maar dat gaat niet echt helpen. Ja. Dus al zou hij niet meer afwateren op de steeg... Dan heb je nog 82 kub over, ja. Dan nog loopt het allemaal die kant op. Ja. Wat vindt u daarvan? Ik snap de filosofie gewoon niet. En het kan misschien zijn dat ik blond ben of zo, dat ik dat niet begrijp. Waarom moet je die pijp daar, terwijl de rest allemaal in panden geeft? Nooit iemand die er last van heeft gehad. Maar nu wel? Ja, na 23, 24 jaar. Ja, nieuwe bewoners die vinden dat niet fijn. We hebben het gezien, als dat daar vol staat en dat gaat lopen... dan komt er, het mag maar 1 kub zijn, maar het komt wel allemaal de kant van Els op, toch? Maar ja, als daar de grond hoger lag, dan komt het op de plek ook niet op. Maar ook het pad... Dat is ook de laagste weg. Ook de pad en de brandgang komt natuurlijk blank te staan. Ja, ja. Maar, kijk, ik moet zeggen van dat u zegt, ik ben mede-eigenaar van dat pad. Dat is een daar kan ik iets voorstellen. Maar dan denk ik, die pijp, als die buren die nou zo graag weg willen... en de rest van het pad, heeft niemand dat. Nee. Waarom zou je het niet doen? Dat moet mijn water laten. Maar je bent creatief genoeg. Nou, op je eigen erf natuurlijk, ja, dat is het idee. Ja, ik ben een vierde eigenaar onderdeel van de brandweer. Ik mag helemaal water op mijn eigen grond lozen. Ja. Hoe belangrijk is die regenpijp? Want u had er wel eerder over geklaagd tegen hem. Ja, ik had hem wel een keer voor op straat aangesproken. Wanneer? Toen je bij me in de tuin stond. Toen zei maar jij gaat je regenpijpje weghalen. En als jij hem niet weghaalt, sloop ik hem weg. Dat heb je heel goed gezien. Ik heb ook tegen je gezegd, ik waarschuw je 1 keer, 2 keer... en de derde keer peur ik hem dicht. Dat is niet de bedoeling. Daarvoor zitten we niet hier. Nee. Daar, die oude schutting is ook verrot. Als de pijp was niet daar, dan was gewoon de oude schutting blijft gewoon goed. Dat blijft geen 20, 25 jaar goed. Ja, dat is de ellende met die houten schuttingen. Ze moeten worden vervangen af en toe. Ja, en dan komt de ellende. Een hoop schuttingleed, ja, in Nederland. Ja. Daarom roep ik altijd bouwmuren, maar ja. Dat, ja. Goed, dan sluit ik de hoorzitting. Ik ga erover nadenken en dan kom ik straks terug... en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ik begin met de schutting, of poort. Zoals ik tijdens de hoorzitting heb uitgelegd... kan ik enkel uitspraak doen over de aan de kant van Jan verwijderde poort. Nu hij alleen iets te zeggen heeft over dat deel van het pad. Dat deel waarvan hij samen met zijn buurman van nummer 49... en de woningbouw mede-eigenaar is. Volgens de notariële akte, waarin het toegestane gebruik van het pad is omschreven... want dat is daarin omschreven... is het nooit de bedoeling geweest er een vrije doorloop van te maken... Chantal, die op nummer 13 woont, en de rest van de buurt... hebben daar evenmin iets te zoeken. Dus, Chantal, u mag daar gewoon niet langs. En moet via de andere kant achterom, zoals u dat vroeger ook deed. De poort die Jans deel van dat pad tot voor kort afsloot... stond daar dus niet voor niets. In elk geval had niemand het recht om die poort zomaar weg te halen... en het bestaande pad door te trekken. En dat betekent dat die eigenmachtige verwijdering... door de achterburen ten opzichte van Jan onrechtmatig was. En dat ze een en ander moeten terugbrengen in de oude toestand. Wat binnen 2 maanden na vandaag moet gebeuren. Zo niet, dan zou u een boete verbeuren en die kan oplopen tot 3000 euro. Maar goed, daar gaan we niet van uit. Ja, dan de regenpijp. Zoals door de deskundige aangegeven... wordt de rondom het pad ondervonden wateroverlast veroorzaakt... door een niveauverschil tussen deze percelen... En uiteraard helpt het daarbij niet dat Jan ook nog eens overtollig hemelwater via een regenpijp op dat pad laat stromen. Maar, een beetje een verrassing misschien, dat doet er eigenlijk ook niet toe. Want, Jan, u bent van de regels. En ja, volgens de regels
mag niet door middel van regenpijpen of andere werken overtollig hemelwater op dat pad worden afgevoerd. Dat staat allemaal ook in die notariële akte. Jan zal deze regenpijp daarom eveneens binnen 2 maanden moeten verwijderen. Dit eveneens, zal u begrijpen, op straffen van een boete, als u dat niet zou doen, die kan oplopen tot 10.000 euro. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.